kampioenen. En Martijn Krabbendam zit natuurlijk klaar. Ja! Het zit allemaal klaar. Goed. Kun je je voorstellen dat er dames zijn bij Ajax die dat niet aandurven om naar de directeur te lopen op het moment dat zoiets gebeurt? Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Want ik denk dat je ook een soort van schaamt als je zoiets op je scherm ziet. Het is wel Overmars. Ik heb zelf ook altijd naar hem gekeken als zijn van... Oh, wauw, ik ga nu zitten, hè, want de kleine, snelle, explosieve rakker gaat weer aan de slag. En, bedoel je de speler, hè, van elkaar. Ja, misschien met zijn app. Ja. Maar ik kan me voorstellen, dat is wel... Of het waar is, dat vind ik ook een beetje eng in deze tijd. Iemand kan natuurlijk volledig gesloopt worden voordat het bewijs er is. Ja. Ja. Maar Johan heeft een onwijs sterke mening. En dat kan ook voor sommige mensen heel lastig zijn. Want dan denk je, televisie, die is aandachtsgek. Maar jullie zitten ook elke dag op televisie, weet je wel? Wij zijn ook aandachtsgek. Ja, maar goed, ik zit hier gewoon omdat ik mee op tv te komen. Maar, ja, René, dat weet ik niet. Kijk, jij loopt het meemaken. Ja, ik vind wel, er ligt een groot verschil tussen grappen op een leuke manier. En dat je wel respect voor iemand houdt. En natuurlijk mogen daar harde grappen zijn, maar op het moment dat iemand zich gekwetst voelt, is het wel wat anders natuurlijk. Die bezig. Ja. Maar we slaan wel door. Hey. Maar dickpics sturen. Zeg ook eens verdomme eens mee, man. Heb jij slecht geweten? Hey. Jij lekker thuiskomen vanavond in Putten. Ik heb thuis niet eens een machtspositie. Ik ben gewoon... Ajax volgens mij. Je hebt nog wat mensen gesproken. Nou toch? Collega Freek Jansen zat op de tribune, dus die had ik even gebeld. Of er nog wat was. Nou, ze hebben heel goed gespeeld. Dat de eerste 5-0 gewonnen. En Ten Hag heeft voor de wedstrijd een interview gegeven. Dat heeft hij wel goed gedaan, begreep ik ook. Ik heb zelf even kort terug zitten kijken. Nou, we hebben hem. Wil je even kijken? Je hebt gezien, maar niet de algemeen directeur. Dat is wel raar natuurlijk. Nee, want die had er eigenlijk ook... Die was gebroken. Toe. Die stond gebroken. Hé, hey, Engert! Maar even voor de duidelijkheid, Erik, dat omdat we schaatsen doen, denk ik van, ja, dit is toch geen sport? Jij was er aan de hand. Met Shinky? Ja. Over het shorttrack. Ja, shorttrack, wat Johan ook zo leuk vindt. Op dat kleine baantje. Nee, maar ik vind dat meisje erg leuk, maar voor de rest vind ik het als... Nee, maar je merkt hier dat er mannen zitten die verstand van voetbal hebben... en dan houdt het wel een beetje op. Want schaatsen is niet folklore. Schaatsen is een waanzinnige sport. Er zijn inderdaad weinig internationale... Het is zo'n loeizware... inspanning die je moet leveren. Respect over de schaatsers. Ik hou van het spel, maar ik snap dat je zegt, het is saai. En daarom hebben we dan ook shorttrack. Daar racen ze echt tegen elkaar. En vandaag met Shinky. Anders word je eruit gehaald. Dus je gaat zeker... mij toch niet. Twee keer toe gebeurt weer, hè, bij je. Nou ja, heeft Shinky aan van, ja, zodra ik niet op kop zit en in het nauw gedreven word, dan haal ik dingen uit die niet mogen. En Shinky heeft er natuurlijk 2 hele jaren uitgelegen van, het is heel zonde dat hij het niet kan afmaken natuurlijk. En dat hij door overtredingen die nieuwe regels zijn. Ja, hij zegt, ik ben van de oude stempel, ik snap er niks meer van. Het mag niet meer opeens. Ja. Nou, opeens. Ja. Ja, er zijn meer regels gekomen om duwen en trekken te voorkomen. Want daarmee... Ja, dan moet je alleen een duwtje krijgen. Dan moet je alleen maar... Core stability, jij ligt als een zeerop op bedrog hier. Zoveel spanning op. Ze moet in. Ja, het is spanning, een ijstunnel. Omdat je zwart gaat. Ik ging niet zwart. Nee. Bij mij we hebben het zo niet zo glad hier. In die ijstunnel moeten ze de juiste lijnen kiezen. Als ze namelijk dat niet doen, ketsen ze tegen de kant... en gaan ze dus met 130 per uur over de kop. Dus daar komt ook onwijs veel fysieke training bij kijken. Nee, je moet dat ding sturen. Dat bakkie. Nou, kijk, zij sturen met hun schouders. Ja, snap ik. Dat is en zo. Enorme core voor nodig, hè? Buikspieren, rugspieren. En uiteindelijk met 130... Toch is het geen sport. Ik zeg respect, maar ik zou het zeker niet nadoen. Maar met 130 door een vast parcours gaan... dat betekent dus dat die kombochten komen op je af. Ja, dat zijn gewoon alsof je op de muur afrijdt, hè? Met 120 in je auto. Ik zou het er zeker niet nadoen. Kimberly Bos bijvoorbeeld gaat voor medailles, hè? En dat is echt heel respectabel, want... We kunnen het niet in Nederland trainen. Ze is maar afhankelijk van het buitenland. Even, je bent... Hier neer moeten zetten. Misschien kan je dan niet schaatsen. Maar dat doen toch? Dat zijn als je levensmoe bent en het niet kan, dan gaat dat... Net... dat die Nederlandse adviseur van de ijsmeester daar... die probeert hem een beetje te beïnvloeden. Bewegingswetenschapper in dienst voor Team NL, voor KNSB, moet ik zeggen. En die meet alle waarden van ijs, temperatuur, luchtvochtigheid in de hal. En die waarden gebruikt hij om te linken aan de resultaten. Wat op zich heel logisch is om te doen. Want als ik het betrek op het skiën, snowboarden... wij meten ook de temperatuur van de sneeuw. Mm-hmm. Pas ons daarop aan. Ik sla het woord even over, maar scherp. Ja. Maar daar pas je je materiaal op aan. Maar in dit geval is de bewegingswetenschapper... heel veel met de ijsmeester in gesprek... in de hoop het zo te brengen. Dus verhaal natuurlijk. Je zou zeggen,
ijs is voor iedereen hetzelfde. Maar niet hij heeft toch gewonnen, die Van der Poel? Wat zeurt hij nou? Ja, nou, ik snap het wel. Ik herken zijn verhaal wel. Hij is een is klein duimpje in vergelijking met de grootmacht van Nederland. Mm-hmm. Bij eigenlijk alles. Mm. Nederland heeft macht op schaatsgebied. Hij is mini. Moet knokken tegen die grootheid. Hij speelt dat had toch een ik beetje. Ook ja. bij het snowboarden. Bij mij zijn er ook beslissingen genomen door om tijd gaat. Wil je een verre concurrent hebben? Wil je een verre strijd hebben? Ja. Maar die heb je niet op het moment dat de ijsmeester het ijs in het voordeel van een Nederlander gaat veranderen. Wat? Nee, kijk, je weet op een gegeven moment, ik was niet goed op zachte omstandigheden. Mm-hmm. Ik was wel heel goed op keiharde omstandigheden. Dat kan je beïnvloeden door chemicaliën op een piste te gebruiken. In Sochi stond ik vijfde in de kwalificatie. En er was besproken de avond daarvoor, na de kwalificatie gaan we chemicaliën gebruiken omdat het zo warm is. De piste werd steeds zachter. Oostenrijk heeft dat voorkomen. Ik moest tegen een Oostenrijkse strijden. En vervolgens verlies ik de wedstrijd. Ik zeg niet dat het daardoor kwam, maar het was zeker in mijn nadeel. Hmm. Maar waarom bepaalt... Ja, maar uiteindelijk wint hij wel van de week. Dus daar heeft hij niet... Ik bedoel... Daarom is het heel sterk dat hij het nu brengt, want hij heeft gewonnen. Dus hij doet het niet uit een positie van verloren en eigenlijk gefrustreerd slechte verliezer. Hij zegt gewoon, dit moet niet mogen. Iedereen traint fysiek keihard. Mentaal moet je sterk zijn. En op het moment dat iemand de mogelijkheid heeft om iemand te beïnvloeden in het voordeel van Nederland, okay, dan is het natuurlijk correct wat hij zegt. Nou, duidelijk. Alleen de woorden corrupt, et cetera. Iemand zegt, ja, hij doet het een heel spel. Maar ik, ja, hoe dan ook, hij heeft een punt. Kan je hem ook volgen, Martijn? Ja, half. Dat dacht ik al. Nou, dan gaan we zo meteen weer verder. En natuurlijk Martijn Krabbendam. Je gaat er wel wat zeggen zo meteen, toch, of niet? Tuurlijk. Ja. Als het over voetbal gaat, wel, ja. Dat was Skeleton net, hè, wat René deed, toch? Want dat hebben we eigenlijk helemaal niet benoemd. Nou, Skeleton heet dat noem ik geen Skeleton. Was dat geen Skeleton? Dat was wel Skeleton. Ja, Skeleton. Nee, want jij daar geen zetje gekregen. Nee. Ik kreeg geen zetje. Dat was geen... Niet eens een loopneus. Niet eens een loopneus. Niks. Hij is wel wat vermoeid van geraakt. Ja, ook niet eens. Niet? Nee, maar ik heb een hoge pijn gered. Misschien is dat. Okay. Maar verder. Voor jouw sport nog, dat snowboarden. Mogen we daar... wat voel je ervan eigenlijk, tot nu toe? Ja, waanzinnig. We hebben natuurlijk gisteren Michelle Dekker gehad. Als alpineskiester. Okay. Heeft goud 4 jaar geleden dat gewonnen. Dat wist Johan ook. In allebei. Maar dat wist zij toch? Dat zei je net. Algemene kennis is dat. Ja. Nee, ja, maar Michelle die werd gisteren vierde. En dat was heel, heel knap. Ja. Heel bizar moment gepiekt. Maar ik zat net naar Lindsay Jacobellis te kijken. Daar zit wel een verhaal aan vast, hè? Dat lukte niet altijd bij, las ik. Toch? Ja, Lindsay, dan gaan we naar de bordercross. En dat is gelijk mooi voor de mannen. We hebben 5 verschillende onderdelen bij snowboarden. Gaan ze niet allemaal uitleggen? Nee. En dan strijden ze met z'n vieren tegelijk in hetzelfde parcours. Ja. En Lindsay die is in 2006, 16 jaar geleden, lag zij vol aan de leiding... Ja. En die maakte haar laatste sprong. Want het is een combinatie van snelheid en bochten en sprongen. En ze ligt in de lucht goud naar huis. Ja, maar nu was het anders. Martijn, die zit te kijken. Die ja, maar ja, natuurlijk gewoon. Hè? Nou, we zijn door de tijd heen. Nou, laten we nog even kijken naar die Lindsay dan. Daar komt ze. Ja. Ja, ja, dit was dus vind je dit wel sport? Een soort sleetje rijden? Dit is haar sport, hè? Ja, nee, dit is niet mijn sport. Niet mijn onderdeel. Nee, maar snowboarden wel. Snowboarden, zij heeft goud gewonnen. Ja, maar we hebben het nu over snowboarden. Maar oké, Lindsay is dus 16 jaar later, wint dus vannacht goud. Dat is een heel bijzonder verhaal. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die snowboarden. Maar die associëren het wel met wintersportvakantie. En dit soort rakkers trainen gewoon 6 dagen in de week, 2 keer per dag. Loopt heel goed, dit gesprek. Ja, ik vind het ook. Maar we kunnen het wel vervoeren. Is Martijn voorgekomen? Martijn, we hebben het natuurlijk net over Ajax gehad. Dus eindelijk. Nu lekker ondertussen. Als jullie het even over winterpret willen hebben, ja. Ik had alle verhalen over voetbal, maar helaas. Ja, maar je kan toch gewoon de Voetbal International kopen? Die kan je zeker kopen, ik zou het doen ook. Ja, hè? En op pro kan je ook. Hij is bijzonder, hè? Ik zou wel even een kilometervergoeding. Juist uren, toch? Ja. Dat heb ik van jou geleerd. Uurtje factuurtje. Ja, ik wel, ja. Ja. Iedereen. Nooit, jij wel? Ik wel. Was er nooit grensoverschrijdend gedrag? Die lesbisch waren. Even duidelijk gesteld in deze.